We rijden door de Bogin-vallei naar de wintersportplaats Boginska Bystrica. Dit is de grootste stad van deze vallei, die verderop eindigt bij het Boginmeer. Voor ons doemen de bergen op, waar we met de trein zo dadelijk doorheen zullen gaan. Als de sneeuw hier ook het dal bereikt, is deze plaats het middelpunt van een groot aantal wintersporten. We naderen de langste treintunnel van Slovenië, de Bogin-tunnel van ruim 6,3 kilometer. Aan de foto's van begin vorige eeuw is te zien wat een enorme klus het graven van deze tunnel was. En dat zonder grote machines. Er werd vanaf 1900 zes jaar aan gewerkt. Dankzij deze mensen rijden wij nu simpelweg onder de 1500 meter hoge berg Kobla door. De tunnel was zo belangrijk voor het Oostenrijks-Hongaarse Rijk dat keizer Frans Ferdinand in 1906 zelf de opening verrichtte. Met de tunnel werd Centraal-Europa verbonden met het Italiaanse Triest aan de Adriatische Zee. Toen de eerste trein hier ging rijden, was dit gebied nog onderdeel van het Oostenrijkse Keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog zwaaide Italië hier de scepter en na de Tweede Wereldoorlog werd dit gebied onderdeel van het voormalig Joegoslavië. We zijn aangekomen in het dal van de Bača-rivier, een klein stroompje dat we 22 kilometer lang zullen volgen op weg naar de Soča-rivier.